Sorry, goedemiddag. Ja, het lijkt een avond natuurlijk in zo'n donkere zaal. Goedemiddag allemaal, van harte welkom bij deze middagvoorstelling. Het is de allereerste keer dat wij een middagvoorstelling houden. En ik moet zeggen, de opkomst is goed. Ik valt helemaal niet tegen. Allereerst even een huishoudelijke mededeling. Denk er even allemaal aan om je mobieltje uit te zetten. Het is gewoon heel erg aan als het afgaat, want dat verstoort gewoon de concentratie van onze spelers. Nou, we spelen dit jaar voor de dingen van de dag. En we waren dit jaar mooi vroeg begonnen met de voorbereidingen van het stuk. Zodat we voor de zomer de rolbezetting al rond hadden en iedereen zich daar echt in verdiepen. Wat gebeurt er? Drie zwangerschappen gooien roet in het eten. En we moesten het schuiven met de rolbezetting. We hebben ook nog drie dames van buitenaf bereid gevonden om de rollen van Marleen, Rosie en Josje op zich te nemen. En u zult zien dat ze net zo voortreffelijk spelen als de vaste Amicitia-spelers. Misschien heeft u in het programmaboekje al gelezen dat we u vandaag meenemen naar Amsterdamse havenbuurt uit de jaren 70. Nou, de Amsterdams, daar vergde nogal wat van onze spelers, want het was wel duidelijk. Een stuk in Amsterdam, dat kan niet in het platwerks. Dus we zijn aan de slag gegaan met de accent. Daarvoor heb ik ook hulp gekregen van een rasechte Amsterdammer, die inmiddels goed is ingeburgerd in het Bergse. En tijdens de repetities heeft de Amsterdamse accent tot nogal wat hoofdbrekens, maar ook hilariteit geleid bij de spelers. Want we hebben werkelijk alle denkbare Nederlandstalige accenten voorbij horen komen, tot en met het Surinaams. Maar die hebben we er allemaal uitgekregen. Wij spelen vanavond in het Amsterdams. Tot slot wil ik ook nog benadrukken hoe blij wij zijn dat we dit jaar echt een super mooi decor hebben. Andere jaren was het ook hartstikke mooi, maar dit jaar spant gewoon echt de kroon. Dus ik zou zeggen, laat u meenemen naar de kroeg van Tante Sjaan. En ik wens u heel veel plezier bij ons stuk Dingen van de Dag. Op de goede afkomst. Nou, je hebt snel.
Ja, Marleentje. Ze zei je vast niet te rusten. Mijn Marleentje. Waar? Ik kan niet geloven hoe gek is Melvin. Dat hoef je mij niet te vertellen, Sean. Daar weet ik alles van. Het is net je eigen kind. Ja. En ik ben de ene nog wel bedanken dat ik voor het willen nog zwaar in de monasterie. Dat arme mens heb je heel gelukkig kind in de leven. Die zagen dat van een kerel, heb er een hele leven kapot gemaakt. En toen ze aan de grond zaten, heb je de benen genomen en is naar de overkant van de plas gegaan om daar zijn geluk te gaan beproeven. En zeker nooit meer iets van zijn klaar te horen, zeker, hè? Ik kan letten. Toen ze vrouw stuurden, konden ze hem niet eens bericht sturen. Niemand wist waar die uiting. Ja, ja, die drank. Ja. Als ik vroeger niet zelfs ook had en er niet alles door had gedraaid, dan was ik nou misschien ook getrouwd geweest. Maar mijn meisje lost me niet meer. Gimmel! Dat meisje had een trots parent. Toen jij de medicenten van het meisje vandoor ging en er achter liet, werd het ook narigheid. Toen mocht je blij wezen dat ze de politie niet achter je aan hebt gestuurd. Oh, ik heb later een dubbele met een truck betalen. Maar ja. Ze wil geen cent meer van me aannemen. Nee, ze had een trots parent en haar benauwd wil krabbel een snavel in je tijd. Maar waarom wil je dan nooit eens met me uitpraten, Sjaan? Ik kom nu al een jaar bij je in de zaal. Maar telkens als ik wil uitleggen hoe het vroeger zo gekomen is, dan moet ik mijn mond houden. Er staat geschreven, heb u naast geliefd zoals uzelf. Nou, en aangezien ik mezelf soms die geluchten nog zien, kan je nagaan hoe graag ik jou mag. Als dat zo was, dan had je me er al lang uit kunnen gooien. Dan had je niet al die tijd tegen mijn handen zitten kijken. Ja, klanten voor een kopje koffie met een gratis bordeltje toe, die moeten me zaak op de been houden. Heb ik dan nog enig nut op mijn oude dag? Mijn vader zaliger zei je. Man, ik wou dat jij zaliger was. Wat beleefd dat meidje nou dan? Het is al bij 11. Bij 11? Maar dan kan onze 30e niet ook zo komen. Dan ben je mensen van de klok. Dan ga jij maar een raar algaard van klant op naar Sjaan. Vooral die meneer en mevrouw van Dalen. Dat gaat jou toch niks aan? Is het mijn zaak of de jouwe? En dan, die mensen doen toch niemand kwaad of wel soms? Dat zeg ik ook niet. Nou. Ik heb altijd wel een lol als ze komen. Ze willen nog zo graag 30 doen, hè? Maar ze leven ook alleen maar van de hoogte. Ach, laat die mensen hun aardigheidje toch. Weet ik. Maar ik heb altijd met mijn plezier als hier zijn. Ik zal het zo even voelen. Zo, Lisa. Waar zullen we gaan zitten? Hier dan maar. Zo. En wat zullen we gebruiken, Lisa? Nou, Hendrik, ik weet het zo nog niet. Het is nog wel wat vroeg voor sterke drank, Hendrik. Zullen we maar koffie nemen dan, Hendrik? Ja, Lisa, dan nemen we maar koffie. En dan bestelt Hendrik. Juffrouw, mag ik 2 koffie? En dan komt Sjaantje met een blaadje. En dan zegt ze, 1 koffie alsjeblieft, 2 koffie alsjeblieft. Dan drinken ze de koffie op en blijven net zo lang plakken tot Sjaantje nog een warm toegeeft ook nog. Die mensen komen maar eens in de week. Ze zijn er hier ook die elke dag komen voor koffie met iets toe. Nou, ik hou het niet meer uit hoor. Ik ga even bellen. Omdoek. Zeg, let jij even op, Bart. Dat er niemand aan die flesje komt. Ja jongen, had je vroeger maar beter om moeten passen, hè? Dan had je baas kunnen wezen. Nou, even inspecteren. Hou ik ze niet al. Hetzelfde water van altijd, de krachtje zit wel los. Zo. Nou, ik heb alleen. Dus. Nou. Ze zijn er toch niet. Laten we met z'n tweeën drinken, maar. Dat is hetzelfde. Overrecht. Ben jij maar, Roosie? Ja, ik ben het maar. Maar ik mag het best wezen, of niet zo? Nou, van mij mag je het best wezen, joh. Maar als dan de Jeanje zo is, dan sta je zo buiten de deur. Vroeger was ik hier altijd welkom. Toen heb ik dan de Jeanje vaak voortgeholpen als ik in de puree zat. Ja, vroeger, toen je nog een net meisje was. Maar sinds jij de zulke rare praktijken op nahoudt, lot ze hier niet meer. Ze wil de zaak graag netjes houden. Ik doe het ook niet voor de hoogbaar.
Ik moet toch ook leven? Mijn eer is voor meneer. Als ze me goed betalen. Maar dat kent toch ook wel op een andere manier, Roos. Ik snap het jou niet. Och, ik ben ermee opgegroeid. Mijn moeder deugde ook niet. En een appel valt nooit ver van de boom. Soms zou je erom gillen om die mooie manieren. Overdag zijn ze die keurige, nette, brave mannetjes. Maar s'avonds loeren ze alles af om te kijken of ze nog iets van een garen kunnen vinden. Toe, oude CL, geef eens een opdrietje. Ik mag niet aan de fles komen, heb Jean gezegd, en ze kent zo terugwezen. Nou, en dan krijg ik het donder. Goh, mijn geld is toch net zoveel waterstaat van een ander? Ja, misschien wel. Toe, Baren, ik ben haast uitgebroken. Ja, nou iets zeg. Je ziet er best wel een beetje verlet uit. Eigenlijk jammer van zo'n mooie bron. Tja, niks aan het doen. Als je steek in de verkeerde pot geplant is, komt er nooit een mooie rol aan. Geen hoor. Nou weet ik nog niks. Oude zijn we, die vreten we toch gewoon op? Zeg, ben je al zo verlopen dat je geheugen je ook al in de steek laat? Wat bedoel je dan, Sjaan? Nou, dat weet jij anders goed. Maar ik wil het je nog wel een keer vertellen. Ik moet geen lerbel in mijn zak. Ik betaal toch? Of is mijn geld niet goed voor? Hou jij je vieze geld maar een duvel op? Of moet ik jij je hand buiten de deur zetten? Nou, kom aan, Sjaan. Dat is niet goed voor je hart. Mijn hart? Als mijn hart niet zo goed was, dan zat jij ook al lang buiten. Nou, heb je niet gehoord wat ik zei, Roos? Wel, ik jag me maar weg als een hond. Nou, je weet ook dat ik over mijn zakje geklets wil hebben. Wat gaan we nou beleven? Josie, Matt, wat heb je? Och, niks. Gaat zo wel over. Ik werd ineens zo raar en draaierig. Toch geen narigheid, hoop ik. Nee, tot Sjaan. In ieder geval niet wat jij bedoelt. Ik heb nog niet gegeten vanmorgen. En nou een bolletje. Rosie! Ja, ik ga. Nee, ga eerst even in de keuken wat eten. Kom. Zeg, Rosie, heb je geen werk meer? Nee, wat jij bedoelt genoeg. Maar ik wil eens wat anders. Ik ben het leven zat. Meer dan zat. Zo? Dus jij wou je gewoon beteren? Nou, dat zou me meevallen. Ja, wat? We proberen nu al weken om een baan te krijgen. Als ze horen wie of wat ik ben, moeten ze me niet meer natuurlijk. Want de Sjaan, kun jij me niet helpen? Ik zou echt alles willen doen. Ik zou het niet weten hoe, meid. Nou ben ik niks nieuwsgierig, Roos. Maar waarom zo opeens wat anders? Waarom? Waarom? Omdat ik ook eens als fatsoenlijk mens behandeld wil worden. Ik heb kort geleden voor het eerst een man ontmoet die alleen maar vriendelijk voor me was. En die niets van me wou. Toen voelde ik me eindelijk weer een klein beetje mens. Maar als hij erachter komt, dan ik ook maar niet. Nou, Roos. Ga nou eerst maar eens even naar de keuken wat eten. En dan kom ik zo bij. Nee, dan komt het allemaal goed. Ik heb lekker eten. Wat moet ik hier nou mee aan baren? Ja. Dat is verrekte moeilijk, jongetje. Nou, zou ik er natuurlijk als huishouden kunnen nemen in mijn grote villa, maar ik... Wow. Ben... Jij bent als de hele dag hier. Je bent nooit thuis. Je plakt hier van 's morgens tot 's avonds. Tja, wat moeten we nou met Roosje? Weet jij wat? Zeg, herinner jij die Frans Drijver nog? Natuurlijk. Hebt u dan wat met Rosie te maken? Nog niet. Oh. Maar weet jij dat die chef is geworden in dat warhuis aan de andere kant van de stad? Wat? Frans, die van 12 aan wachten. Als jij nou eens een goed woordje voor Rosie bij hebt, ze zoeken dan geregeld verkoopsters. Nou, en zo kwaai waarschijnlijk is het toch niet. Ga jij nou zelf even. Ik? Hey, John. Jouw hart is beter dan het net. Man, heb je wel een hart? Ja, wat dacht je dan? En ook op de goede plaats ook. Goedemorgen, Bart. Nou, ook niet veel te verdienen, zie ik.
die zetten ze naar de keuken. Hoor je wat? Doe maar een pikken dat tamzie. Ook? Van mijn centen zeker, die zal me brut wezen net zoals aan tijd. Nou, dat trakteer ik wel. Ja, ben ik ook Bart. Eerlijk waar, nog geen hele zuster verdiend vanmorgen. Maar hoe ken dat nou? Ben je wel vroeg genoeg begonnen dan? Ja, maar de zaken gaan slecht, man. Ja, je repertoire duidt niet meer, jongen. Dat is volgens de ouderwets. Je moet er wat meer van de Beatles en zo doorgooien. Ja, nou, ik kijk wel mooi uit, mijn gezien. En een paar weken geleden was ik zo gek om een paar van die nieuwe wetsen van Palladen doorheen te draaien. Nou, in minder dan geen tijd had ik wel 50 van die nozems op mijn baan. En toen ik die dat ik in mijn handelwagen heb zelf gebroken. Ach, de jeugd wil zich ook wel eens uitleven, dus dat is de moderne tijd, jongen. Als je een ander dan ook maar laat leven. Nog één voor hetzelfde geld. Als je het zo mooi wel ja, voor mijn centen zeker, hè? Klap open. Maar jij bent me toch een geheild houden bij het vroeger vergeleken. Wat kon jij dan huizen? Daar was ik nog maar een kleine jongen erbij. Maar ja, je hebt je centen nou tenminste goed besteed. Dat je nog een veel weg mag rijden. Zo. Wat zullen we drinken, Lisa? Ik weet het niet, Hendrik. Voor drank is het toch wel wat vroeg. Zullen we dan maar koffie? Ja, dat is goed, Hendrik. Twee koffie graag. En ik voel u tot de charme. Tenslotte heb ik het ook aan u te danken.
mee, meisje. Van harte gefeliciteerd. Wat ben jij dan? En voor mij ook een stevige pakket. Nou, zo'n pakket dan nog wel. Hoor die oude stupert. Nou, moet ik alles alleen doen? Vergeet jij niet wat het is, hoor. Ja, misschien. Nee, kan je nooit vergeten die vriend gedaan. Nee, ik bedoel, je weet wel. Ach, gut ja, mijn blonde. Hier, hartje. Deze zijn voor jou. En dit ook nog. Dank u wel, tante Sjaan, maar ik had beter bloemen voor u mee kunnen brengen. Ach, zo is het even, meisje. De ouders die geven alles, maar... Zeg, wou jij even de zedenbreker uit van alle baren? Spoel je mond, lieve jongen. Kom maar op met je borrel. Maar dat pak je nou op, kind. Je hebt geen mee gekoppen. Bij zo'n zenuwachter, dan schijnt me allemaal niet weet wat er in zit. Misschien wel een avondband. Met beteltjes. Die zo'n beetje stuffen te boven aan beneden, dan een drukje er nog in. Oh, dat is zout. Kun je maar zien, het is feest vandaag. Een horloge, een horloge. Dank u wel, dat is Jean. Wat ben je hier? Oh, het is wel goed. Help me maar liever een beetje. Ik kan doen het meteen om. Mag het? Tuurlijk, het is voor jou. Zeg, zou jij er ook eens niet wat geven, Nelis? Ik denk. Nou, ik heb het zelf nog niet eens hebben. Ja, maar ik dacht zo, de muziek, die kent er altijd al vanaf in. Oh, muziek? Ja, ik zal even een stukje op gaan zetten. Wat ga jij dan even met mijn stentenbakje erop? Ben je een hartje van hard appel, alle beetje minder. Thank you.
jongen. Wat tante Sjaan bijna 20 jaar voor het mormel zorgt.
En dan is hij weg, vriendje. Wat voel jij je niet schuld? Wat ben jij dat de meisje van plan? Dat schaart jou geen bliksem aan. Jij mag gewoon een oude vrijer van Sjaan wezen. Dat wil niet zeggen dat je hier iets te vertellen hebt. Trouwens, jij had ook lang geen zuivelen vroeger. Ha je bek! Ha je wang van ons en dan slaat je naar buiten! Hoe doe je dat niet mee? Ga dan maar zitten. Zo, dat is betere taal. Dan zullen wij 2 uur overleggen over Marleen. Er valt hier niks te overleggen. Het kind blijft bij mij. Reken daar maar niet te vast op. Vroeger zijn we misschien in gebreken gebleven, maar nu willen we het goed maken. Dat kind komt bij ons in een net milieu. Het is hier ook een net milieu. Een kroeg blijft een kroeg. En een meisjesbeleid hoort hier niet, vooral als je spuis rondhangt. Wie weet waar zo'n meisje niet voor gebruikt wordt. Wij willen alleen maar het beste voor haar. Daarom zal ik instanties van overtuigen. Reken dus voor op dat ze binnenkort hier zal vertrekken. Wat ben jij voor een vent, Karel broer? Het kind hoort bij mij. Versta je? Bij mij. Het is net mijn eigen. Ze weet niet beter. Hé, je hebt er nooit verteld dat wij er ook nog waren. Ik heb er nooit durven te vertellen wat voor lange familie ze heeft. Ze zou je trouwens niet eens aan willen kijken. Ze was anders maar wat blij dat ze een echte oom had. En zou ze zelf niet willen? Een mooi huis, mooie kleren, een keurige omgeving. Als jij dan toch zoveel ondergeeft, moet je het haar gunnen dat ze het beter krijgt. Ik zal zelf eens met haar gaan praten. Wat? Met haar gaan praten? De van alles wijs maken zeker? Dat kind moet je dat je rood toe weg. En dat het keurig is, in, dat is het beste voor haar. Daar heeft ze alle recht op. Ik kom snel terug om het een en ander te regelen. En als het niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks. Je krijgt het niet, boer. Je krijgt het niet. We zullen zien. Hij krijgt het niet. Wacht, zeespap. Ze kunnen me toch zomaar mijn leentje niet van me afnemen. Wacht, ik ken toch niet. Wel nee. Kom maar, rustig, Jean. Barend is er ook nog en wij zullen je wel helpen. Ik heb het zelf gehoopt. Zou ze het werkelijk beter krijgen daar, dat paard? Ze krijgt het nooit beter dan bij jou. Nou, Brett, ga even naar de keuken en neem je voor koffie, voor de schrik en Barend die regelt hier de zorgpretjes. Heb je al eten gehad, Rosie? Ja, dank je dan, Sjaan. Nou, dan laat ik er ook nog maar eentje mee voor de schrik. Ga je ook, Rosie? Nee, Rosie. Barend, wil die de boel alleen hier afhalen? Ja, hij is de oom, de enige familie, zegt hij. En naar beneden wil hij er 30 uit geven. Een mooi huis, een rijk milieu, een mooie auto en een keurige opvoeding. Waar mag je nou? Een nette opvoeding? Ken jij niet de boer soms? Meer dan wel lief is. Hij was een van mijn klanten. Zo gemeen als het water lief is. Wat zeg je nou? Het is toch niet waar zeker? Ik zou er toch niet om liegen? Minne kerel hoor. En je mag je niet hier weghalen? Uit de kroeg. Naar een net milieu. Om je dood te lachen. Kom, ga eens even zitten. Roosie, wat praat met iets gezellig. Nou, en dan gaan wij eens even bekijken hoe die gozer te gras krijgt. Wat ben je van plan, Barend? Nou, jij moet me helpen, Rosie, want jij kent helemaal van de man gedaan krijgen. Jij moet er proberen erachter te komen wat die de boer in de smies heeft. Want die hek wat in de smies heeft, staat zo vast als een huis. Maar je weet, Barend, dat het niet meer was? Dat hoeft ook helemaal niet, meisje. Als je me niet als of. Doe het dan voor tante Sjaan. De mens dat gaat er aan kapot als dat kind weer weggaat. Ik zal het proberen. Maar het zal niet meevallen, want ik kan die vent niet meer luchtloos zien. Des te zoeter is de vraag als hij erachter komt dat je me donderd hebt. Gewoon even lief doen met hem, even lekker met hem uitgaan en hem ondertussen even uithoren. En dan? Vooruit, ik doe het. Jong Flamet, daar drink op. Nou, Roos, Roosie.
En dan zou ik nog één ding willen. Dat ik erbij mocht zijn als jij die gozer onder andere hebt. En of dat kind dat wil, die je vent hebt er van alles hebben beloofd.
Malletje mag weer auto rijden. Malletje mag op vakantie in het buitenland. Malletje krijgt dit. Malletje krijgt dat. Het is er helemaal op getogen zijn. Ja, een beetje tijd wel. Het is nog maar een kind. Nou, maar heeft ze dan niet doen wat Sjaan allemaal voor haar gedaan heeft in de leven? Ze is meer dan zijn moeder voor haar geweest. Ze heeft het brood uit de mond gespaard. Alles voor Marleen. Ja, maar daar hebben die kinderen toch geen weet van. Zo'n kind wil ook wel eens wat. En dan ze zegt nou eens eerlijk, wat heb ze nou helemaal hier? Maar je hebt het maar over een kind. Mama Leen is al bijna 18, dan zijn ze tegenwoordig zo haast volwassen. Ja, maar het is tegenwoordig aan het pikken wat je met een pikken krijgt. De grote kinderen dat oordeel dat de vreugde volgens ze na. Dag Sien. Dag Sjaan, hoe gaat het met je? Heb je al even een week gezien? Oh, wel goed, maar niet. Hij praat het een beetje nu maar alleen weg is. Ach, ze kunnen het beter krijgen, hè? Mooie kleren, prijzen, een auto. Alles wat ik er niet geven ken. Ach, ondanks is wereldsloon. Wat? Ze hoeft helemaal nergens voor te bedanken. Als jij je kon beter, dan zou je dat ook wel doen. Dan zijn er meer ouders die de kind mochten missen. Dan wordt het zo overheen. Dat zijn toch immers de dingen van de dag? Nee, nou, ze zouden bijna dat veel van me krijgen.
toch nog mooi. Je tante, Sjaan, je wordt oud. En oude mensen zijn soms zo grijnig. Tante Sjaan, je kunt je echt alles het beste. Als je maar gelukkig wordt, zul je altijd netjes oppassen. Nooit geen kwaaie dingen doen. En als je nog eens bij me terug wilt komen, dan ken dat altijd. Ook al is het midden in de nacht. Zul je er altijd aan denken? Ja, maar tante Sjaan, ik kom eens een dikwijls opzoeken. Dat zou toch wel mogen van een kaal? Ja, dat zullen we hopen. Kom, we gaan je koffie maar inpakken. Zo, een nieuwe kastelein. Ben je alles kwijt? Schenk daar ook in. Ik ben geen open. Schenk min, man. Je wordt ervoor betaald. Ik heb me zonder die fooien bij jou open redden. Verbeeld jij wel knap lopen? En wat verbeeld jij je wel omkoper? Waar heb je het over? Nee, dat zou jij niet weten. Maar alleen omkopen, hè? Mooie kleren, dure reizen en auto en een eigen kamer. Of dacht je dat ze anders bij kwam? Dacht ik dat zo van jou, man? Puntane kerel. Ze wil zelf. Ik heb haar eerlijk laten kiezen. Dat de vaartekamertje daar, is ze meer dan zelf. Je zal eens zien hoe gaat dat ze jou zelf wordt. Man, leuk niet langer. Schenk een borrel in. Je kent Bask. Wat jij van plan bent te boeren, dat weten we nog niet. Maar als jij niet goed voor de meisje zorgt, dan zal je dat berouwen. Kerel, wat mooi jij je mee. Is mijn bloedeigen nichtje. Bovendien heb ik alle instanties achter me. Het is toch zeker de prijs dat ik voor haar wil zorgen? Je kan dan wel denken dat je gewonnen hebt, mooi prater. Maar ik geef je op een briefje dat het niet lang meer zal duren om alleen eens hier weer terug. Hoe dacht je dat? Jij houdt je briefje nog mooi. Dat kind komt er helemaal niet meer terug. Nooit meer. Wat ben je toch voor een vente boer? Besef je dan helemaal niet wat die tante Sjaan aan doet? Ik ben niet zo sentimenteel met je Sjaan. Wat heb jij er zelf niet aangedaan vroeger? Ze was stapel gek op je. Toen ze een kind moest krijgen, ging je vandoor. En nam je de spaarcent ook nog mee. Hou je kop te boer, hou je kop en dan zal er rammelijk niet. Nou, het is ook op solus. Het is toch zeker waar? Ja. Dat van dat geld, dat is waar, ja. En dat ik mijn leven lang spijt van dat. Maar wat dat kind is een vader geworden. Dat is helemaal geen beetje. Daar ben ik vroeger toevallig achter gekomen. Jij ligt, kerel, jij ligt! Nee, ik lieg niet. Toen jij vandoor was, is Sjana de zuster gegaan in Groningen. Daar heeft ze in het ziekenhuis een kind gekregen. Naar de rand kwam ze terug, alsof er niets aan de hand was. Nou ja, zo is gebeurd zo vaak, hè. Het zijn dingen van de dag. Dat is goed. Dat kan je niet waar wezen. Dan vragen de Sjaan zelf als je durft. En toch ben jij een vader geworden leugenaar, de boer. Een grote leugenaar. Weet je dat ik een vriendin heb? Ha, een vriendin? Je bedoelt mij nog niet zeker?
Je hebt zoveel. Hou je niet van de domme, Rosie? Je kent me niet, versta je? Of woont die soms familie van je? Ja, dat is te zeggen, ja. Maar wat doe je zelf eigenlijk hier? Nou, moe, wat drinken natuurlijk. Of mag dat een soort? Is daar niemand? Op je mond! Ik wil wat drinken. Ik verga van de dood. Jij hoort hier niet. Jij hoort een betere gelegenheid. Nou, gaan we het krijgen. Het is hier een net zaakje, joh. Al is het wat boven. Kun je me in het Deftige Hotel niet zeggen? Wat jij? Kom. Ga naar het Gouden Anker. Bestel een kamer. Vanavond kom ik bij je, dan leek je wel de een en ander uit. Nou, pak aan. Ik moet jou wel niet. En nog minder met jou op mijn kamer. Ik zou alleen wel eens willen weten waarom ze hier niet mogen merken dat wij elkaar kennen. Of woont je vrouw hier soms? Je was toch gezaaid, zei je altijd. Rosie, duvel op alsjeblieft. Nou zeg, je bent best aardig tegen me geweest. Ja, maar nu breng je mij de grootste moeilijkheden. Gut, nee, daar keek geen mens aan. Tot vanavond, schat. Ja, ga niet maar. En ik hou je aan je woord, hè. Anders zou ik hier wel eens kunnen gaan informeren. Ja, Rosie. Tot in het Gouden Anker. Ja. Gut, ik ben al weg. Ik ken hem niet. Moet je meemaken. Jezus, ze zijn bijna alles bedorven. Hallo, Kaal. Wat ben je vroeg? Tante Sjaar en ik willen eens wat drinken voor je kom. Zo. Nu heb je alles, kind. Zullen we dan met z'n drieën drinken? Dat is gezellig. Of kan er ook, of mag hij ook? Het is misschien beter als we meteen naar gaan. Hé? Nee, dat is niet gezellig voor Tante Sjaar. Zal ik voor u wel een kajakje inschenken? En waar, Tante Sjaar? Zullen wij een kistje brandewijntje nemen? Zoals anders als het feest is. We moeten toch wel even een afscheidsborreltje drinken, hè? Dat is wel zo gezellig. Nou, zal ik eens iets lekkers voor ons inschenken, dan maken we er nog even een gezellige bedoeling van. Zo, kijk, zo. Dat is de kistje brandewijn. Nou, het cognac. Zo. Lekker door. Nou, pak een limonaatje erbij, dat is wel zo makkelijk. Zo. Eén kistje brandewijn, twee. En een cognacje. Kijk eens aan, hoe. Dat u maar veel plezier mag hebben van uw nieuwe nichtje. Proost, ja. Alsjeblieft, tante Sjaar. Nu moet ze maar eens gaan. Tante Sjaar en ik zijn hier in zo'n glaasje toe. Dan zet ik de koffer vast in de auto. Maar schiet een beetje op, hè. Zo zijn de mannen. Altijd gehaast. Kom. Waar je zit. Dan drink je even je glaasje leeg. Nou, het zover is. Valt er niet eens mee. Het is net alsof niets gebeurt. En waarom is ook Karel zo geduldig? Hij kan toch wel behoorlijk afscheid nemen? Hier ligt toch mijn jeugd? Hier woont toch mijn tante Sjaar? Waarom zeg je nou niet, tante Sjaar? Alle afscheid is moeilijk, kind. Ja, alle afscheid is moeilijk. Zal ik nou dan maar gaan? Ik jou je niet weg. Nee, dat weet ik wel. Maar... Nou, dan ga ik maar toch, Sjaar. Het beste. En hou je goed. Het is wel goed, meisje. Ben u... echt niet boos om dat ik weg ga? Echt niet? Dan heeft Oom Karel het toch mis dat hij me niet beter zou kunnen. Ik kun je toch alles, kind, dat weet je toch? Ja, dat weet ik. U bent een engel. En ik ben een geluksvogeltje, tante Sjaar. Want zulke dingen gebeuren haast nooit. Zulke dingen gebeuren niet elke dag. Dan ga ik maar, tante Sjaar. Dan
Ja, ze kunnen het beter krijgen. Veel beter. En ik gun het er wel. Ik gun het er echt wel. Zullen we nog maar een kist brandewijn nemen, tante Sjaan? Net als anders als het een feest is. Het is nog maar een kind. Ze weet niet beter. Altijd was ze zo lief voor me. Mijn lintje, mijn kind. Ik kan je niet missen. Ik ken het niet. Nou heb ik helemaal niks meer om voor te zorgen. Oh, wat moet ik nou nog voor leven? Thank you.
mij maar een biertje. Een biertje, Coca-Cola en weer terug. Zeg, wat heb jij? Je kijkt ons honger. Ach, niks. Koude tent is het hier anders. Je kent hier niet eens dansen. Hou je fatsoen? Je hoeft hier niet alles te zeggen. Mijn fatsoen? Foei! Voor jou of voor het mensen van de telkast? Voor jezelf. Nou goed. Jezus zeg. Hey, waar heb je besteld? Een biertje voor jouw cola? Zeg, ben jij altijd zo saai als je met de mensen bent? Kom op zeg, ik jou je op de gozer. Hou je bek. Jezus zeg, leuk ben jij. Zeg, zag je net het oude stel of niet zo aanspreking? Daar heb ik gisteravond keek mee gehad joh, om je dood te wachten. Haat me snijden, zij met de paraplu omhoog en maar spelen. Had je erbij moeten zijn. Of nee, eigenlijk maar goed ook. Je bent zo'n saaie zijn. Je mag wel eens wat veranderen, anders lig je er zo weer uit bij de jongens. Mijn zorg. Voor mij pak je het allemaal barsten. Nou zeg, en ik dacht dat je nog wel zo naar je zin had bij de jongens. Kom op zeg, pluk de dag. Ik ken nog wel genoeg op je dode rug en anders. En voor een week voel je er anders ook voor het volgende feestje. Je hebt van alles kort en klaar geslagen. Ja, daar had ik jullie de pest over in. Jullie lopen niet zoveel te laten drinken. Jezus zeg, kan het kleine jongetje niet meer op jezelf passen? Ik kan heel goed op mezelf passen. En daarom hoef jij dat niet meer te doen. Maak maar gauw dat je weer bij de andere komt. Ik heb meer dan genoeg van je. Duvel op. Wat? Je wil mijn vriendje niet langer zijn? Ik ben jouw vriendje nooit geweest. En duvel op, want ik bot je niet meer. Jezus zeg. Ja, nou moe. Ik laat me dat zeg maar wegsturen, zeker. Kom op zeg. Ik ben toch een lekker ding. En jij bent toch een lekkere jongen. Hou je bek, duvel op. Ik waarschuw je maar even, jongen. Je kent nou nog terug. De jongens zullen het hier niet meer laten zitten, hoor. Stel hem niet erop. Ga weg. Flikker op. Oh, dat zal ik zeker doen. Jij bent toch zo'n saaie zaakert. En een zaak zonder bediening. Hier kom ik niet meer terug. De hemel zij dank. Moet je koffie? Graag, tante Sjaan. Zal ik eens even gauw eens wat bakje voor je halen? Zo, dus drink dit maar eens even lekker op, jongen. Dank je. Al lange tijd niet meer gezien, Kees. Ik ken je zo helemaal niet. Ben je nog nooit geweest? Vroeger, en dan met dat schroeien. Vroeger kwam je nog wel eens hier. Maar tegenwoordig zien we je haast nooit meer. Narigheid, Kees. Ach, ik weet het niet. Wat weet jij niet? Ik heb overal de pest aan. Aan thuis, aan mijn studie. Nou ja, aan alles. Wat tegen mij kun je toch wel je mond open doen? Hebt u het ook wel eens gehad, tante Sjaan? Dat alles je tegen zit? Ach, ieder mens heeft wel eens wat gevaar. Thuis is het niks meer. Sinds vader een paar maanden geleden gestorven is. Moeder kan er niet overheen. En mijn zus, die loopt ook al de hele dag met een lang gezicht rond. Ik durf nog geen plaat op te zetten. Nou, dan moet je je verdier toch ergens anders zoeken, niet waar? Dat ik voor mijn examen gezakt ben. Komt ook door al die narigheid. Vorige week hè, kwamen er een paar van die jongens voor me aan de deur. Ja, moeder wilde ze natuurlijk niet binnenlaten. Maar die jongens lieten zich niet zomaar wegsturen. Die kwamen voor mij. Nou, het gaf nog wat heen, toen ik ze binnen liet, zeg. Ja, dat kan ik me indenken. Het is me nogal wat verwijst, die jongens. Ja, en toen mijn zuster erbij kwam en het voor mijn moeder opnam, heeft ze haar trouwens genomen. Wat? We waren alleen maar met z'n drieën onder de koude kraan gehouden. En janken dat ze deed. Ja, en moeder natuurlijk ook. Ik schaamde me rot voor die jongens. We zijn maar gauw de stop ingegaan.
En ik heb ze nog laten zien dat ik heus wel mee kon doen. Ja. En dat is lekker goed en klein geslagen worden, Nick. Tja, ik had wat te veel gedronken. Maar je moet toch meedoen, hè? Anders stel je niet mee. Ja, natuurlijk moet je met de kudde meedoen. Tel net dat je een kerel bent. Want dan bestel je niet mee. En oh, 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 wat willen we toch graag meetellen? Maar jij stomme suffert! Jij wil graag een kerel zijn, maar je bent maar een kind. Bij de eerste de beste tegenslag heb je overal de pest in. Je had een fijn thuis bij je ouders. Ze lieten je leren, ondanks dat ze zich alles moesten ontzeggen. Maar nou je vader er niet meer is, nou neem jij de benen. In plaats dat jij je moeder een beetje door de verdriet in helpt, ga jij de hart op. Omdat meneer medelijden met zichzelf hebt. Je moeder en je zus laten beledigen door een sterke plamage. Dat hadden ze niet aan je verdiend, jongen. Jullie ouderen begrijpen ons jongeren niet. We mogen niks. Bij alles wat we doen, krijgen we kritiek. We hebben een eigen leven. Ja, iedereen heeft zijn eigen leven. Maar je moet leren leven met iedereen. Wat een durf, hè. Met z'n vijven, een paar oude mensen pesten. Daarna nog een moeder met een dochter. Is dat dan jullie toekomst? Het had even zo goed jouw moeder met je zus kunnen gebeuren. Maar ja. Ach, wat geeft het, hè? Als je een vriendje maar mag wezen. Ik had altijd gehoopt dat jij hem wel een ander is, maar jij hebt een andere smaak, zag ik net. Dat is niet waar. Marleen kijk het eens naar mijn onderdaad geweken. Ze ging toch weg naar die rijke oom? Ik was daar niet te min. Daar kon ik ook niet tegen. Want dus ja, ik ben eigenlijk een klootzak. Dat heb je mij niet horen zeggen. Nee, maar u bedoelt het wel, hè? Ja, zoals jij de laatste tijd kracht, dan vind ik dat eigenlijk wel een beetje. Ik voel me bij die jongens ook niet zo op mijn gemak. Maar ja, u weet soms niet waar je het zoeken moet. Nou, ga maar eens even. Dan zal Want dus Jan jou eens even een wijze raad geven. Thuis, jongen. Daar is je plaats. Je schouw is eronder. En als je niet meer leren wil kennen, nou dan ga je toch werken. Je hebt toch allemaal je lijf. Oude Nederlands van. Je ouders die wil je graag laten leren. Nou, pak je studie weer op. Als je wilt, als je een keer wil zijn, dan kan je nou tonen dat je erin bent. Nee? Ja. Tot de Sjaan. Hoe komt het toch dat ik met u wel kan praten? Thuis durf ik nooit te zeggen wat me dwars zit. Nou, zoveel heb je ook niet gezegd hoor. Die raken van mij is over te meer. Maar is iets wat harder thuis tegen je moeder. Je zal zien dat het weer veel gezelliger gaat worden. Ja, ik zal mijn best doen, tante Sjaan. Sorry, jongen. Ik mag nog wel eens terugkomen, hè? Nou, dat weet je toch wel. Maar laat dat rotmoppetje van zo net maar schieten, hè. Want dat is helemaal niks voor jou. Ja, dat weet ik. En dat soort meisjes is een steekje los, hè? Eén steekje? Wel een hele brei pen, jongen. Tot ziens, tante Sjaan. Tot ziens, Kees. Wat kan de jeugd zich tegenwoordig toch moeilijk maken? Maar ja, daar gloeien ze ook wel weer overheen. Hey, kijk uit! Zit daar maar zelf! Zeg jij nou wel met zijn dagen die nog geen uren gestolen hebben de buren? Ik ben de buurvrouw, ik leef met Sjaan mee. En ik ben de vaste klant, ik laat mijn zus Jan nog wat te verbieden. Alles op de lat. Oh ja, alles wat jij gegaan is, ik zeg een gegaan is op ik, dat verdient hij zijn Jan aan het mensen. Gratis? Nee. Dan zal je toch eerst zelf wijzen.
willen zijn. Wat? Ik wou dat ik jou... Wat? Ach, niks, Lama. Ik had zo met jou te doen. Mouwentjes weg. Ja. Zeg. Jij hebt tegenwoordig een dienstwijze, hè? Wie? Ik? Zou die niet gaan van die toch betalen, moes? En toch heb ik een dienstwijze bij je gezien. Ach, maar je elf. En met een pit op en een schort ervoor. Je man! Ik heb vanmorgen al langs gekomen, maar je net bezig om het gangetje te draaien. Nou, hij zal werkeloos. Kan hij me mooi een handje helpen? Weet de mannen tenminste op wat er in een huishouden gebeuren wordt. Daar hebben ze geen eet van. Het was anders geen gezicht, Jan met de pet. Zo, ik hoorde jullie al. Ik heb de koffer nog eens meegebracht. Maar dan moet je me niet de deur laten gaan lopen, Nelis. Ach, mens, ik ben mijn centenbak vergeten. Oh, ja. En wat zit daar in je zak, Nelis? Oh, ze zit het hier. Ik dacht echt dat ik het vergeten was. Maar even zo goed als ja, de koffie is lekker. Wil je er al niet meer over praten, Sim? Nou, Gert, ik had het wel vragen of het mooi viel. Ik ben toch je buurvrouw? Nou zit je helemaal alleen. Wat helpt je er wel doorheen? Nou, ik trek mezelf wel. Wat zit jij nou aan te kuchen? Oh, niks. Ik verbaas Lint dan maar even. Maar je vindt het toch wel goed, Sjaan, dat ik je wat vaker kom bezoeken nu je zo alleen zit. Nou, ik heb nog genoeg om handen hoor. Je hoeft mij huishouden niet in de steek te laten. En ik heb mijn klanten ook nodig. Maar ze hebben nou een dienst en meisje. Hai, mijn vafel. Weet je wat je doet, Sjaan? Het is een poesje bij ons komen. Ik heb eens even lekker praten. Ik heb mijn klanten toch niet in de steek laten zien? Want je hebt zo'n beetje te doen, mens. Je hoeft voor mij bij mij om een gemiddelheid te hebben. Ik red me wel. Zo, dat bakkie heb je dus maar. Weet je wat jij moet doen, zien? Met me mee naar buiten gaan en heel van die natte neus van je steken. Allemachtig! Kom nou maar mee, dan gaan we je man vragen of die me wil helpen met het orgel te draaien. Doet die wellicht dan liever dan het gangetje te draaien. Maar dan ook een centenbakje draaien, hè? Ja, vanzelf. Dus schrijf het maar op. Zo, met de goeie. Komt goed. Dag, Sjaan. Kom gauw nog een keertje langs. Je buurvrouw kun je vertrouwen. Ah, ja. Hé, nou heb je warm toch? Dan krijg je nog druk voor haar. Zit zijn flesje maar van ze klaar. Oh, die ziet. Oh, een vet. Je hebt Sjaan in voorde. Waar je wat? Aan jou moet ik niks aan gespoelde zeebokken. Morgen, Bart. Even wat drinken, hè? Hé? Hou je af, geef maar wat. Ja, wat was dat? Speelt er wat? Oh ja, ik wou je eigenlijk wat zeggen, Sjaan. Vragen bedoel ik. Als je nou maar niet komt beklagen dat er een lintje bij mij zit. Want ik ken nou niks meer dan mijn kop hebben. Nee. Ik vind het heel erg naar voor je, maar daarover wou ik het niet hebben. Ik heb vanmorgen al een flinke dreun voor mijn hartjes gehad. En die heb ik nog niet goed kunnen verwerken. Ik wil die
liever geen oude koeien uit de sloot halen, Sean. En ik hoop dat je niet kwaad wordt dat ik er ook begin, maar... Maar wat is er dan gebeurd? Wie heb je aan de drank gegeven? Sean, toen ik je vroeger in de steek gelaten heb, ben je toen een poosje later naar Groningen gegaan. Ja. Nou, je zuster. Ja. En waarom ben je daarheen gegaan, Sean? Omdat ik er overheen moest. Ik kon er maar niet verbergen dat jij er vandoor was. Ik was weg van de dokter. En ben je dan in Groningen naar het ziekenhuis geweest? Ja, wel een week of zes, iedere dag. Maar, hey, Sean, wat is er met dat kind gebeurd dat al geboren is? Dat kind? Oh, die jongen! Oh, dat is allemaal een hele Piet. Hij is chef op een van de kantoor. Zijn vader en moeder schreven vorige week ook dat hij zich binnenkort gaat verloven. Zijn vader en moeder? Ja, zie, maar wat voor belang heb je eigenlijk bij de jongen van mijn zuster? Die jongen van je zuster? Ja, mijn neef. Oh, dat was een winkeertje toen hij geboren werd. Mijn zuster heeft nog weken in het ziekenhuis gelegen. Razend druk heb ik het gehad. Voor het huis houden zorgen. Elke dag op bezoek in het ziekenhuis. Maar ja, hoe je weet, hoe ben je piekert, hè? Nou, ik ben er zo 4 maanden ben ik er geweest. Daarna ben ik hier gekomen en toen mijn vader stierf, heb ik het zaken hier voortgezet. Ja, maar... Maar dan heb je me nog niet verteld waarom jij daar nou zo nieuwsgierig naar bent. Zo, heb jij dan geen kind gekregen daar? Ik? Ik kind? Van wie is het vragen, maar? Van Sinterklaas soms. Man, hoe hou je het in je kop? Ja, maar die Karel de Boer, die vertelde mij dat jij toen een tijd naar je zus in Groningen bent gegaan. En daar in het ziekenhuis een kind had gekregen. En ik was een knappe roerker. Begrijp je nou dat ik het weten moest, Sean? Ben je nou kwaad op? Wel, nee man, dan kom er eens even bij zitten. En dan moet je zeggen, heel goed naar me luisteren. Toen wij vroeger verkering hadden, toen hebben wij altijd, hoe moet ik het dan eigenlijk zeggen? Met al het kwaaie kant die je had je toch wel respect voor me. Ja, je hebt me altijd netjes... Man, zit het toch niet zo raar aan te kijken. Zie je dan niet dat ik haast weer mijn woorden kan komen? Maar één ding kan ik je wel vertellen. Een kind komt je niet zomaar aanwaaien. Dan ben je er 2 voor nodig. Dan ben ik niet goed in gelicht. Niet goed voorgelicht bedoel ik. Nee, ik bedoel dat ik daar te boeren me wat waars gemaakt heb. En ik weet heus wel dat de kindertjes niet van de ooien van komen. Vertel mij wat is zij, man. Maar, ik bedoel, ik dacht, ik had van een ander kunnen wezen. Je was vroeger een knappe meid. Dat is gemeen, om zoiets te zeggen. Voor mij was er maar 1. En dat was jij! En dat was ik, joh. Maar nou heb ik mijn kans vergooid. En heb ik hem nog kwaad gemaakt ook. Hallo, Bart. Oh, hallo, Roze. En hoe bevalt je nieuwe baan uit? Fijn, ik begin er echt plezier in te hebben. En ben je nog iets te weten gekomen van de boer? Nee, nog niet. Maar een paar grote uur geleden trof ik hem hier. Hij was als de doodse man dat ze erachter zouden komen dat ik een kind is.
Ja, er zit wat achter mij, zie. En niet veel moois. En dat Jacques, dat kind zomaar zonder slag en stoot aan die kerel een been geven. Nee, dat begrijp ik echt helemaal niet van. Och, ik begrijp het wel. Die vent, daar komt er niet voor aan dat ze het beter gaat vragen. Ja, maar ze krijgt het nooit beter dan ze. Ja, nee, maar er zal nog heel wat moeten gebeuren. Wil ze daar blijven? Ik heb vanavond een afspraak met hem. Hij is ergens bang voor. En ik mag geen Roos eten, ben ik erachter komen, wat hij is er stil voor. Nou, je bent er knap zeker van, Roos. Ik ken het vak van hem. Maar, waar is Jan? Hou die zin naar de keuken. En kwaad dat ze op me is. Kwaad! Oh, ben je de Rosie? Kom je eten? Hé, hey, en als jij zin hebt, dan kan je ook een hapje mee komen eten. Nou, zo kwaad is ze nou nog ook. Wat ben je mooi, met je grappen die al verder trots blijft. In je ogen, daar geeft je Ik heb niks geen belang met Lennart Krut.
Meen je dat nou echt waard? Anders zou ik het niet zeggen, hè? Zeg, is Roosje nog langs geweest? Ze hebben belangrijk nieuws. Dat zullen we allemaal voor kennen. Over een momentje? Nou, meer over Karel de Boer. Oh, mooie jongen ben dat. Daar ben ik zelfs nog een haren boontje bij. Oh, kijk, daar heb je zo. Kom op, ga zitten. En vertel wat je er binnen bent gekomen. Rustig aan. Zal ik alles vertellen? Ga maar goed zitten. En hou je vast. Ik heb jou een paar weken geleden toch verteld dat ik een avond met de boer op stap ben. Wat? Jij bent Karel de Boer? Wat ben jij voor de meid? Ik geef je hier onderdak, omdat jij je leven wil verbeteren. En achter mijn rug ga je op stap met een getrouwde vent. Wat ben jij een gemeen hoeder? Ah, dan heb je mond, Jan, dat is mijn schuld. Mijn mond houden? Voor jou? Of trek jij anders soms met erop? Je zou je mond houden zijn, dan kunnen we uitleggen hoe het zo gekomen is. Rosie is met de boer mee geweest om erachter te komen wat hij met Marleen van plan is. Ja, dat zal wel. Ze wil zich helemaal niet beteren. Het zijn allemaal smoesjes. Ga je zin dan weer naar de lach? Oh, nou. Zoals ik al zei, ik ben een avondje uit geweest met de boer. We hebben eerst stevig gedronken. En ja, het niet, want ik moest nuchter blijven. En toen? Toen begon hij door te slaan natuurlijk. Hij had dat plan met zijn nieuwe mooi in elkaar gezet hoor. Nou, vertel al verder. Hou je vast. Wisten jullie dat Marleen's vader nog leeft? Huh? Nee. Dat kan niet waar zijn. Zeker ken dat. Nee. Hij heeft de laatste tijd geregeld met zijn zwager Karel geschreven. Hij was benieuwd wat er van zijn vrouw en kind terecht was gekomen. En luister nou maar goed. Die Karel de Boer heeft al die tijd teruggeschreven dat hij, na de dood van Marleen's moeder, voor Marleentje heeft gezorgd. Nee. Ja, en dat hij de kosten nog moeite voor heeft gespaard. Dat is niet waar. Wat? Dat is een schuldenstreek? Ja, zoiets kan toch geen mens doen? Karel de Boer deed het. En het ergste komt nu pas. Marleen's vader heeft de laatste maanden geregeld geld overgemaakt van Marleen. En dat heeft Karel de Boer allemaal in eigen zak gestoken. Maar hoe kent dat nou? Die man die was zo arm als de mieren. Hij schijnt zich verbeterd te hebben en heel wat zijn tijd te hebben verdiend. Geen wonder dat de boer hem alleen van alles kon belopen. Een nieuwe auto had hij al, voor zijn eigen natuurlijk. Maar daarom had hij toch een leentje meer bij me weg hoeven te houden. Niemand wist ervan dat hij het geld kreeg. Tot nou toe niet, nee. Tot nou toe kon hij rustig alles in zijn eigen zak steken. En een leentje hier laten op kosten van Tante Sjaan. Maar nou, moet ze plotseling inlekken. En wat dachten jullie waarom? Nee. Omdat alleen de vader geschreven heeft dat hij hier naartoe wil komen. Wanneer? Hier? Nee. Naar Holland? Ja. Voorgoed? Vandaar dat hij de hals over kop bij zich moet hebben. En heb je dat allemaal zomaar verteld? Nee. Hij was zo dronken als een malaaier. Tjonge jonge, wat heb ik die man laten thuis gezet? Hij kan zich vast niks meer van herinneren. En hij heeft me zelfs die brieven van Marleen's vader laten lezen. Die had hij bij zich in zijn portefeuille. De suffer. Hij was zo dronken dat ze vast niks meer van kan herinneren. Ik heb hem met de taxi thuis laten brengen. Maar die brieven heb ik. Ja, dat bewijs moet je inpikken, zei mijn vader altijd. Ik heb ze hier. Marleen. Daar kun je wel last mee krijgen, Rosie. Ja. Hij meer dan ik. Laten we naar de politie gaan. En weet Marleen dat haar vader nog leeft? Wel, nee. Maar hij zou het nou wel moeten vertellen. Wil jij die brief bewaren? Zo, jij bent er niet meer gezien. Geloof me dat hij de schrik van zijn leven krijgt als hij erachter komt dat hij ze kwijt is. Hij zal wel flink de pest aan hebben. Ja, maar met deze brief hangt niet. Maar hoe wou je dat te doen, Marend? Als je het aangeeft, krijgt Rosie er last mee. Laat dat maar aan mijn oude tante Jean. Dat zou ik er allemaal bij zelf doen. Nou. Mijn momentje krijg ik er niet meer mee terug.
Die is nou al helemaal gewend aan het rijke leven. Daar kan ik weer mijn armoede niet tegenop. En als dan straks ook nog die rijke vader terugkomt dan... Maar wanneer terugkomt dan te zijn? Dat kan even zo goed nog een jaar duren. En hij ondertussen maar profiteren van haar centen. Ja, en dat je maar klaar houden. Ja, hij zal nog gek zijn om dure reizen met hem te gaan maken. Maar dan vooral, we moeten doen honger. En tante Sjaan, zou je zo graag willen dat hij met hem op stap ging? Lekker hier op, hij kent hem ergens. Gepfer, ik kan vandaag nog eigenhandig terughalen. Geef op die brieven. Hou al, Pisan. Dat mogen we een beetje handiger inbrengen, Sjaan. Die de boer, dat is niet de eerste die de beste. Hij is door de wol gebergd. Ja, maar wat doen we dan? Oh, Gep, kijk daar eens. Wat? Wat hebben jullie nou toch over de politie?
Ach, ik denk jij wat dan hoor. Nou, kijk, kalfjes aan, voor zeker ja, dus is het zuinig is aan, of het, wat kreeg je nog in het, Ik zit in het zwarte wachten tot je weggaat. Wij moeten iets waar jij niet bij is, hè? En zo meteen sluiten we de hele tent. Ik word wel overal hebben we weggejaagd vandaag. Oh, je ziet. Oh, ik heb vroeger altijd politieagenten bellen hoor. Mooi dan. Daar moest je ook kunnen leren. En ik had geen kopie. Maar ik had wel een keer recht. Ik had de beste politieagenten kunnen worden. Ja. Ja, ik zou het dan toch beste willen worden. Dus toch veel beter dan met zo'n orgel te draaien. Maar wat is nou een orgel? Politie is toch veel fijn. Verrik, ik krijg geen idee, Kees. Wat waar het? Ik zeg nog niks. Nou, vooruit Dennis, maak je borrel leeg, dan krijg je nog een tweede. Nou, dat is dat dan geen doven mond te horen, Kees, ik heb een prachtplan. En dan vliegt de boer in als een advocaat in de hel. Nou, vooruit Dennis, drink op, want ik heb je nodig. Maar, mij? Ja, ja. Vooruit drink nou. Ja, ik denk dat. Kom je dan, voorzien ik dan, zuin ik dan. En je krijgt nog een derde en een vierde en een vijfde als een plan zwaar. Ik ben je man. Nou, vooruit drink op. Oh, wat is dat lekker warm van binnen? En nou met je mee. Wie ik? Ja, jij. Wat waar naartoe? Dat zou je misschien. Toch niet naar de politie zeker? Nee, vooruit. Kom nou mee, want we hebben geen tijd te verliezen. Nou, Kees, we zijn zo terug, jongen. Oké. Nou, vooruit. Kees. Kalp is aan, voorzien, Jan. Ik heb tegen 18 meer. Nee, nee. Het zal mij vernieuwen. En wat moet ik in hemelsnaam met Nelis? Je wou me immers niet meer zien. Toen je de dichter kreeg, bestond ik niet meer voor je. Was ik je te min. Je bent me nooit te min geweest. Maar ik dacht die tijd alleen maar aan mezelf. Ik wou de wereld zien. Het leek allemaal zo mooi. Wat kunnen we ons toch vergissen, Kees? Ik ben een grote egoïst. Ik moet tante Sjaan ook veel verdriet gedaan hebben. Ze is zo blij dat ik terug ben. En dat ze me nou zo weer terugneemt, ik begrijp het niet. Nee, dat begrijpen wij van ouders nooit. Ik heb ook een rottijd achter de rug, maar op alles dood. En wat doe je nou, Kees? Tja, ik probeer in te halen wat ik verkeerd heb. Ik ben weer met de studie begonnen. Heeft tante Charlie alles verteld? Ook van je vader? Ja. Het is allemaal zo moeilijk. Eerst was ik zo blij dat ik een oom had. En nou kan ik niet eens blij zijn dat ik een vader heb. Zullen we zondag gaan fietsen? Langs de Amstel? Ja? Fijn! Alleen, weet je. Wel, waar heb ik van mijn leven?
heeft de baan op zomaar geven. Mijn tante Sjaan, waar je hier bent. Overigens, ik had gedacht, ik ben nooit meer terug. Komt er nog meer leven, buurvrouw? Nou, ik ben niks nieuwsgierig, maar Steffen kan. Nou, ga dan maar naar tante Sjaan. Ik kan je meer vertellen. Is er achter? Ja. Hoe dan? En dan krijg je een naadje van de kous geboren. Ach, het is wel een goed mens. Alleen een beetje bemoeien. Maar, Kees, je blijft het niet. Ik ben zo bang dat oom misschien weer terugkomt. En ik wil nooit meer terug naar mijn oom. Het is zo griezel. Tuurlijk blijf ik. En, je hoeft echt niet meer terug naar je oom, hoor. Daar zorg ik de anderen wel voor. Maak je me niet zo'n zorgen. Het komt allemaal wel goed. Tante Sjaan! Tante Sjaan, dit is een meid. Ik heb de boer aan de telefoon gehad. Heb jij die vent gebeld? Ja. En hij is woest. Vloeken en tieren die hij. Verschrikkelijk. Hij komt direct hier naartoe om een lijn op te halen. Nee, ik wil niet! Niemand zal haar hier nog weghalen. Nog niet over een lijn. Zeg, waar is Barend? Is Barend weggegaan? Barend komt zo weer terug. Heb je hem al? Met een agent? Wat? En hij zou... Maar ik wil hem al. Ik wil hem nog even een schip slaan. Dat komt niet. Die vent komt dus opslaten. Als je me nou... Het is Nijlers. Nijlers? Een mooie vent op je rug te laten. En ze zet de bak in op zijn hand. Ziezo, daar binnen we dan met de sterke hakken. Mag ik u even voorstellen? Brigadier van Tutten. En lacht u dan zo al aan dat je dat boeren? Nou, wat een Barend. Wat wil je met zo'n vent? Alleen maar imponeren, mensen. Alleen maar imponeren. Ik sta nog best aan mijn mannetje, als u dan maar eens even met mij houdt. Jij, je kaken nou eens even op elkaar, meisjes. Luister, tante Sjaan. Als je me niet vergeet dat de boer al onderweg is. Des te beter. Hoe eerder hij hier is, hoe liever we hebben. We zullen dat mannetje even feestelijk ontvangen. Nou. Maar pas maar op hem, hij is razend. Nou, dat zijn wij. Tante Sjaan, mag ik naar elkaar? Ik wil mijn oom niet tegenkomen. Maar. Nou, kom eens even allemaal mee. Nijlers hier, die dient alleen maar voor de imponantie. Begrijpen jullie? En u dat centenpakje nou weg, jongen, dat staat er niet bij een uniform. Nou, dat is voor het geld van de verbouwtjes. Ik ga straks op het spitsuur. Als je verkeersagent op het kruispunt staat, en dan plezier dame, dan plezier je. Zakken nu, als je de zaken goed kan zien, dan mag die grote bloemen vullen. Je gaat niks de verkeersagentje, zusje. Je gaat zo lang naar bed. Ja, je zuster, als agent moet ik toch zeker de zaken wegbrengen. Maar je kiest nou eens even op elkaar en je gaat naar buiten en je gaat die vormen een beetje op en neer schilderen. Jawel, commissaris. Dus ik moet hier de buitenboel gaan verder. Oh, nee, schilderen is subjectief hoor, een beetje op en neer. Ja, dat bedoel ik. Hij laat daar komt de boer aan. Achteruit, dan maar gauw achteruit. Ik zet hem in de achteren. En laat jullie dat zakje nou maar een maan over, hè? Daar heb je hem! Hop, hou jij een beetje gedekt aan. Waar is mijn nicht? Waar is mijn leen? Kunnen jullie antwoorden? Waar is ze? Doen jullie stomme koppen eens open. Waar is mijn nicht? Is het molentje dan niet meer bij jou, de boer? Dat zul jij niet weten, hè? Ze is hier. Een kennis van me wel op dat ze hier naar binnen is gegaan. Een kennis? Wie? Dat gaat jou niks aan. Dus ze zou hier moeten zijn? Ja. Is ze bij je weggelopen dan? Hè?
Weggelopen is het woord niet, maar momenteel is ze weg, ja. En waarom, als ik zo vrij mag zijn? Waarom? Waarom? Er is geen waarom. Kinderkuren. Had je het dan niet bij? Dat kind had het best. Eigen auto? Een eigen auto, ja. Mooie reizen? Ook al. Aangekomen? Ook. Mooie kleren? Zeg, waar wil jij er naartoe? Waar bemoei jij je mee? Ik ben alleen maar blij dat het kind zo goed bij je. Agent, wat moet die agent hier toch steeds voor het gaan? Oké. Okay. Die loopt hier maar op het heen en gluurt hier maar naar binnen. Er heeft toch niemand wat op zijn kerfstok? Ach, hij zal niks anders te doen hebben. Zegt de boer. Die aangekomen van Marleen. Deze die straks op slot. Wat bedoel je nou weer? Ik wil mijn nicht terug. Dan zal ze toch hier aan het wezen, hè? Dan zal ik het huis laten onderzoeken. Met welk recht? Met welk recht? Met welk recht? Dat kind hoort bij mij, staat bij mij ingeschreven en bovendien is het minderjaar. Dan is het hele morgenschot de strijd dat je s'nachts aan de kamerdeur zit te morrelen. Wat? Vent, je bent gek. Ik zal nog zeker niet met een meisje van 18 jaar. Ik klaag je aan. Nou, zo vies ben je anders niet van meisjes te boer. Allemaal rollen. Ik ben nog nooit met iemand anders dan mijn eigen vrouw uit geweest. Oh nee, Karel de Boer. Wat? Jij hier? Wat moet jij hier? Wonen. Tante Sjaan heeft me onderrecht gegeven. Wonen? Hier? Jij? Ik dacht dat het hier een nette zaak was. En hier zouden jullie mijn leven terug willen hebben. Rosie is zo een meisje. Ja, dat weet jij wel beter, hè, Zeeman? Jij bent er anders straks nog mee uit geweest. Oh. En wat vind je? Wat? Jij bent een beetje aan het kletsen geweest. Ik heb ze alleen maar de waarheid verteld. Je ligt, Sven. Je ligt. Jezus. Alweer die agent. Zullen we even een sterke arm erbij halen, de boer? Dan kent die uitmaken of Roosje liefde of niet. Ik heb met jullie niks te maken. Ik wil Marleen terug. Als je Roosje niet liefde, krijg jij Marleen natuurlijk nooit meer terug. Oh, dus is hier. Nou geef je het zelf toe. Ze is hier, ja. Dat zullen die duur te komen staan. Kinderen onttrekken van de ouderlijke macht. Ik kan er met het werk van maken. Doe dat. Maar wacht nog even, de boer. We hebben nog een leuk kleinigheidje voor je. Ik sprong namelijk voor dat kind in de bres, omdat ze geen vader meer heeft. Of hebben ze die wel soms? De vader heeft nooit meer iets van het laten horen. Dat weet jullie net zo goed als ik. Ja. Dat weten wij net zo goed als jij. Wat willen jullie nou eigenlijk van me? Heb jij je portefeuille bij je, de boer? Ja, natuurlijk. Wou je soms geld? Je kan je stinkcenten houden. Maar, mis jij niks, de boer? Missen? Die brieven van Marleen's vader? Wat? Verdorie, dat moet jij gedaan hebben, Rosie. Dat heb ik gedaan, ja. Als tegenprestatie. Geef hier de brief, geef hier, of ik klaag je aan. Nou, Pisan. Dus Marleen's vader leeft nog? Ja, maar dat gaat u geen ene bliksem aan. Geef hier die brief. Die brieven, die heb ik. En gelezen ook. Nou, wat doen we met de boer? Marleen hier laten vergoed. Of die brieven geven aan de spirisie voor de deur. Die brieven zijn niet echt. Sint, op jij die agent hebben. Nee, wacht even. Laat ze mij eens zien. Dacht niet dat ik op mijn achterhoofd gevallen was. Ja. Hoeveel geld moet je ervoor hebben? Geen pest. Wat willen jullie dan? Nou, jouw ophanger of... Je tekent een mooi papiertje. Ik teken helemaal niks. Ik kan alles uitleggen en verklaren. Ik ga regelrecht naar de politie toe. Jullie zullen hangen. Voor zakkenrij en onttrekking aan de ouderlijke macht. Ga je gang, boer. Wat voor briefje wilde je me laten tekenen? Alsjeblieft. Wat? Vent, je bent gek. Ik heb dat nooit gedaan. Tekenen of niet?
kan alles uitleggen en verklaren. Maar ik heb niet witte politie op mijn dak. Oké, uitverstandig. Nou, kom met even zitten, dan kunnen we zaken doen. Maar ik heb dat geld helemaal niet achterover gedrukt. Ik heb het alleen maar belegd. Des te beter, dan moet ik kijken of ik zo weer teruggeven. Hè? Die laatste rekeningen heeft me alleen zelf ondertekend. Ja, ja, dat smoesje kennen we wel. Maar gerecht is het daarin trapt. Dit is chantage. Maar goed, ik zal tekenen. Dat gaat niet. Ondergetekend. Karel de Boer, oud 45 jaar, honderd aardig graag 80 al hier, verklaar binnen 1 maand aan deze het hieronder door oplichting verkregen bedrag toebehorende aan Marleen van der Laan, verblijfde Halmstraat 30, terug te betalen. Zo, en nou het juiste bedrag. 500 gehad? Daar zit die jongen. En kom op, en afblijven, de boer. Wacht eens even, want hier staat het. Even kijken, hierbij maak ik over 4000. En dan deze, hierbij maak ik over 2500. En hier nog één, 3000. En dan deze nog, nog eens 4000. Hoeveel is dat per elkaar, de boer? 13.500 gulden, jongen. En dan zullen we hopen dat het alles is. Maar dat zien we wel als de vorm van mijn leven terug is. Nou, invullen 13.500 gulden. En nou nog in schrift erachter. Je weet dat er niet mooie letters. 13.500 gulden. Mooi. En daarna nog tekenen en de datum erop. Ik verdomme het, ik teken niks. Alles is eerlijk gegaan. En zijn goede vrienden, ga we naar de rechter. Ga jullie maar naar de rechter toe. Ik heb niks te verbergen. Ja, wat wel even met meneer mijn naar de rechter is. Oh, natuurlijk. Ik zou wel een boekje open mogen doen. Kunnen we lachen. En zijn vrouw ook. Ik zou mijn huis voor een schip maken, de boer. Je weet dat meneer Marleen's vader al onderweg is naar Holland. En je weet ook dat het met hem niet te zollen valt. Hij heeft nog een vaart te pakken gehad voor een of ander rakkefietje. Je was meer dood dan levend. Nou, en als hij niet alles te weten komt, dan kan je met gemene smoel van jou wel aan de kapstok hangen. Oké, ik teken. Om aan de zorgen af te zijn. Heel verstandig, broer. Hier? Ja, hier. Mooi. En daarna is dat een smerig bliksem opdubbelen, de boer. Voordat ik je eigenhandige droom uitgooit. Vuile rat, oplichter. Over oplichter gesproken, zeeman. Weet je dat toen vooruit, de tijd? Vooruit weg geweest. Oh, wacht nog even. Ja, dat was van met de goede boer, weet je nog? Van Sjaan en de kind uit Kramne. Daarom. Oh, dat dames en heren, dus de zomer niet. Ik moet nog even op zes van volmaken meegezet. Dure mishandeling. Wat deze set? Verbranden. Ik kan verbrandenwijk van krijgen, doorgelopen smeris. Nou, dat zegt hij mij waarschijnlijk mee tegen. Zeg, dan ga ik nog eerst dat apenpakje maar even terugbrengen naar dat zakje op de hoek hier, anders moet ik nog dubbel betalen. Hoe nou? Moet ik dat doen? Fucking nou hoor, het is een zit er net zo lekker. Nou, vooruit schiet op, want als er echt in je politie je zo ziet, dan krijg je nog een proces van bal. Ik blij. Nou, die heb je net wel gehad, hè? Ik zou je er bijna eens hoeveel willen geven, Baren. Nou, meid, wat denk je? Mag ik het Marleentje gaan vertellen? Dan gaat het allemaal vertellen over. En, Roosje, heb je dat nou goed gefixt of niet? Maar zo'n vent als jij is het geen tweede. Nou, jij mag daar ons ook best wezen, hoor. Mag ik hebben? Ik heb schrap van het ingehouden langen. Wat was jij best, maar? Dat was jij niet als gek op mijn zwangers mocht niet te leven te lijven. En die de boer, alsof je levens gefilmd werd. Ja. Ik werd gewoon mijn man vertellen. Je gaat je gang maar hoor. Maar wacht even. Ja? Aan je man, hè? En niet onder de hele buur. Ah, Ketsie!
Wat zeggen dan? Dat is zich in de volgende leeuw begeven. En zijn jullie nog met het en waarop gevrekt hebben? Dank je, Rosie. Je bent een beste meid. Graag gedaan, Rosie. Maar ik moet naar mijn werk. Ik heb al een paar uurtjes vrij afgevraagd. En volgens mij ben ik al te laat. Ben je met eten thuis? Ja, tuurlijk. Jij wel zeker wel een glaasje. Dat glijdt er al een tijdje. En, hoe voel je je nou, John? Ik kan niet zeggen hoe blij ik ben. Nou, daar ben ik blij. Ga je echt weer varen, man? Ja. Voor laatste raas, denk ik. En dan houd ik ermee op en blijf voor het goed aan boven. Maar waarom toch deze laatste reis als ik toch mee op wil houden? Tja, waarom? Ja. Omdat ik nog één keer de frisse zeewind om mijn kop wil voelen. Mijn kop wil laten uitwaaien tot alle verlangens verdwenen zijn. Hopelijk golven duren met hamer in mijn hart. Aanwee naar dat kleine cafeetje in de Halvestraat. Waar ik telkens als ik terugkom, de vrouw ook te vinden die me ondanks alles nog hebben wil. Maar ik weet niet dat mijn kansen verkeken zijn. Jan, blijf je weg, Warend? Een dik jaar, denk ik. Ik zei mis Warend. Maar dat heb ik nog nooit in het thema gezegd. Toch is het zo. Ik heb je altijd gemist als je weg was. Ik was altijd weer blij als je hier rondging. Ja, ik weet het. Ik heb vaak dingen hier gesnauwd. Maar het was omdat... Ach, nergens om. Maar ik dacht altijd dat je liever zou gaan komen. Het was net aan de zon. Maar waarom heb je dan nooit met me uit willen praten, Sjaan? Telkens als ik op dat spaboekje van jou begon, dan moest ik altijd mijn mond houden. Of die centen me nou wat konden schelen. Is het dan nooit bij je opgekomen dat een vrouw ook wel eens iets anders wil horen? Och, Bertie, ik had later nog zo graag met je willen trouwen. Maar jij gaf me geen kansen. Dat geld van je boekie, dat... Ach, nee, dat boekie. Ach, god of vader, man, want je leert het toch nooit. Weet je wat ik vroeger met dat geld van jou heb gedaan? Interesseer me niet. Weet je nog wat drinken? Mijn vader, die had gestolen op zijn werk. En mijn moeder, dat arme mens werd ziek van de narigheid. En ik heb toen met jouw centen het tekort aangeserverd. Maar ze ben er toch achter gekomen. En ze hebben me in het huis gestopt. En ik heb me daar toen zo voor geschaamd dat ik jarenlang niet bij je terug durfde te komen. Dat is toch niet waar, zeker? Ja, toch wel. Maar, nou weet je het dan eigenlijk. Maar waarom heb ik toch nooit bij je willen luisteren? Ik had je mijn centen graag gegeven als je maar bij me gebleven was. Oh, waarom zijn we mensen op zijn dom dat we elkaar niet kunnen begrijpen, niet naar elkaar willen luisteren. Het was eigenlijk maar een kleinigheid. Oh, al die jaren zijn wij eenzaam geweest. En het was dus helemaal nergens nodig voor geweest. Ja, wijfie, zo is het leven. En het gebeurt zo vaak. Tante Sjaan, we gaan een eindje op. En mag ik wat vak mee brengen om te vieren? Oh ja, dat is goed hoor. Hier. En een hele doos vol, hè? Want
over een boekje gesproken. Alsjeblieft, Bart. Dat niet meer. Nou, dan niet. Maar ik bedoel een trouwboekje. Een wat? Een trouwboekje voor ons tweetjes. Je bedoelt dat... Nou, dat... als je het dan liever anders horen wilt, Jean, zou je me nog willen hebben. Wil je met een trouw, Jean? Oh, ik zou niks liever willen. Maar dan word je niet meer gevaren, Barend. Stel dat je bij je laatste reis niet meer terugkomt. We hebben ons op de jaren verloren laten, man. Dan zou ik toch nog een tijdje gelukkig zijn geweest. Maar ik laat me morgen direct weer af onze reis dan gaan. Oh, het kan niet meer op. Maar alleen terug. Jou erbij. Oh, kan je geloven dat ik mens op best kan huilen van geluk? Ja, dat geloof ik wel, mensen. Zo is het leven. Verdriet, vreugde, we krijgen van alles onderdeel. Het zijn de dingen van de dag. Kom weg, de bals. Laten we nog een dansje maken. Ik kom er weer binnen. Nou, weet je wel. U bent van harte welkom voor een vrouw voor een drankje. En anders.